Als celebrity heb je de wereld aan je voeten liggen. Nou ja, in ieder geval een hoop fans. Ook bekend Nederland neemt regelmatig de tijd voor een foto en een handtekening met hun aanbidders. Maar soms worden fans zo fanatiek dat ze zich ontpoppen tot heuse groupies die niet schromen de meest vreemde verzoeken bij hun idool neer te leggen. Ja, ik vind jou zo leuk, wil je met me trouwen? En dat staat dan op Twitter. Ik heb wel eens meegemaakt in Spanje. Was ik aan het draaien en vindt iemand die was de DJ-boot ingeklommen. En die tikt zo mijn schouder en liet zo'n foto zien en zei, wil je haar neuken? Gewoon letterlijk, hè? Op een festival, iemand vroeg aan mij, ik heb twee vragen voor je. Ja, één, mag ik met je op een foto? Ik zei, oké, ja, dit is goed. Dus we gingen even foto maken, leuk, gezellig. Ik zeg, wat is je tweede vraag? Ja, zullen we zoenen? Ik zeg, nou nee. Hij zegt, waarom niet? Ik zeg, nou gewoon daarom niet. Ik zeg, waarom wil je met me zoenen? Hij zegt, nou, dit is toch leuk? Maar wat ik het vreemdst vond, is was in de tijd dat ik Kruimeltje speelde, was ik 9 jaar. En toen kwamen er bij de opnames kwamen er 2 dames aan en die wilden dat ik bij hun op een tiet ging signeren. Ik denk dat vrouwen daar misschien iets wat hysterischer in zijn. Tiet heb ik wel gehad, ik heb buiken gehad, armen vooral. Nog niet zo binnen dat het onder de navelgrens gaat, dat niet. En dan denken ze, dit is hem, mijn fantasie, mijn man. En ja, dan komt die borst er gewoon uit en willen ze er opeens een handtekening op. Het is heel raar, het is niet spannend. Maar op zo'n moment zit je dan in een signeersessie of zo en dan, nou ja. Dan kan het niet er ook nog wel bij. De sterrenstatus mag de BN'ers dan soms in bizarre situaties brengen. Om de aandacht is het bekend Nederland uiteindelijk niet te doen. Ik heb geen groupies. Ik heb geen mannen die hun ondergoed naar me gooien of zo. 10 jaar geleden toen ik begon, echt gewoon van die hordes kleine gillende wezentjes achter me aan had. Ik heb andere wensen, zoals een... Een voortzetting van een goede carrière en mooie nieuwe projecten, maar ondergoed staat nog niet op de lijst. Maar nu is het vaak wat oudere, opdringerige vrouwen. Mensen die in de tram zitten en hun telefoon aan hebben en als stiekem zie je dat ze een foto maken. Ik zou er niet aan moeten denken dat toen die eerste paar jaar na Idols, dat zeg maar alleen maar door is gegaan. Ja, hoe ga je ermee om? Dat duurt echt wel jaren voordat je daarmee om kan gaan. Want als mens ben je helemaal niet gebouwd voor zoveel aandacht. Maar ja, ik ben natuurlijk ook wel een bekende Nederlander. Dus je weet, dit is mijn vak dat je daarmee te maken krijgt.